AI, of artificiële intelligentie, is een buzzword die de laatste jaren veel commotie heeft gemaakt. Het wordt niet enkel meer gezien in de sci-fi films, maar ook in het dagdagelijkse leven, zowel in werk als privé. Het is dus niet meer weg te denken uit de samenleving, maar het wordt ook wel te pas en te non-pas gebruikt. Mijn naam is Björn Vilsteker, ik ben CTO en co-founder bij WeGroup en vandaag ga ik jullie vertellen wat AI nu precies is. In zijn core is AI eigenlijk het slimmer maken van een computersysteem, zodanig dat hij zich wat menselijk gaat beginnen gedragen. Natuurlijk met behulp van complexe algoritmes en mathematische functies. Eigenlijk kun je een AI-algoritme vergelijken met een medewerker die start bij een bedrijf. De medewerker komt toe op dag 1 en die heeft natuurlijk wat ervaring van de vorige job of van school meegenomen. Natuurlijk, aangezien dat hij niet ingewerkt is in dat bedrijf, krijgt hij een opleiding heel stevig van 2 à 3 weken. De persoon leert heel wat praktijkervaring, ziet heel wat situaties en krijgt ook een hele hoop theorie mee. Maar dan start de vuurdoop. Week 4 start die persoon aan zijn job. Eerst situaties dat die persoon tegenkomt, denkt hij, ah, super, ik heb dat geleerd tijdens mijn opleiding. Ik weet bijna perfect hoe ik op deze situatie moet gaan reageren. Een paar dagen later komen er zich natuurlijk situaties voor die niet echt aansluiten bij wat die persoon geleerd heeft. Maar natuurlijk gaat die persoon naar best vermogen gaan handelen op basis van de kennis die hij op dat moment heeft. Een paar weken later volgt dan een feedbackgesprek met een overste die dan eigenlijk gaat bevestigen of een beter antwoord gaan geven op de keuzes die die medewerker gemaakt heeft. En zo gaat hij natuurlijk slimmer worden en beter kunnen reageren op situaties in de toekomst. Een AI werd exact op deze manier eigenlijk. Een AI is een bepaald algoritme die eerst en al moet getraind worden door middel van heel veel voorbeelden en theorie. En dan wordt die in de praktijk gezet, met andere woorden, in een product gestoken. In dat product zal die natuurlijk heel veel situaties te zien krijgen. Sommige waar hij goed kan op antwoorden, maar andere waar hij een minder goed beeld van kan vormen. Maar die AI probeert, net als die medewerker, altijd naar best vermogen te handelen. Als we dan natuurlijk naar die voorbeelden gaan kijken waar die AI dan slecht op geantwoord heeft, dan kunnen we die als mens gaan bijsturen zodanig dat die AI slimmer wordt. Of zelfs nog beter, de AI het aan zichzelf laten leren. Nu, AI is ook een soort van verzamelnaam. Het is dus een globale naam over verschillende categorieën en ik wil er toch vandaag 4 meegeven. Het eerste is machine learning, machinaal leren. Dus eigenlijk het herkennen van bepaalde patronen in data. In de verzekeringssector denk ik dan aan het klassificeren van documenten. Is dit document een bijlage van mijn e-mail nu een polis? Of is het eigenlijk een schadeaangifte? Een tweede categorie die daar nou bij aansluit is image recognition, dus het herkennen van patronen en afbeeldingen. Je toont een foto van je huisdier en het algoritme zegt, is dit een kat of een hond? Of misschien iets meer relevant wat we doen bij WeGroup, is het detecteren van zwembaden of zonnepanelen op basis van een satellietfoto. Een derde groep is OCR, Optical Character Recognition. Het is het uitlezen van documenten met dan ook de inhoud erin. Denk maar aan die apps die je toelaten om bonnetjes te scannen of facturen uit te lezen en zo weten welke datum het werd geprint of gebruikt met dan ook het bedrag erbij. In onze sector denk ik dan aan een Europees aanrijdingsformulier. Door het Europees aanrijdingsformulier uit te lezen, kan het gehele claimsproces daarvoor veel sneller STP behandeld worden, straight through processing natuurlijk. En op die manier komt het enkel te goede van de eindklant. Een laatste categorie die ik wil meegeven is NLP, Natural Language Processing. Het is eigenlijk het uitlezen of het verstaanbaar maken voor een computer van menselijke tekst. Denk maar als je bijvoorbeeld praat tegen Siri. Siri zal je tekst omzetten naar computertaal, om daar vervolgens bepaalde berekeningen op te gaan doen, en zal dan ook in menselijke taal terugzeggen aan u wat de uitkomst daarvan is. Wij bij WeGroup gaan bijvoorbeeld een hele hoop e-mailbijlagen en die e-mailcontent zelf en foto's erbij en alles dat in een bepaalde e-mail een indicatie kan geven van een schadeaangifte, gaan uitlezen, gaan bundelen en op die manier in computertaal zichtbaar gaan maken. Waarop dat wij eigenlijk kunnen weten welk type schade is hier nu voorgekomen? Zo, ik hoop dat ik jullie vandaag toch enkele zaken over AI heb kunnen bijleren. Als je graag op de hoogte wilt blijven van deze technologische zaken of dergelijke, vergeet je dan zeker niet te abonneren op dit YouTube-kanaal of op de nieuwsbrief. En als er suggesties zijn, laat gerust weten. Tot de volgende!